Leo Rapmund is overboord gegooid. En Shell heeft dat al die tijd heel goed geweten, maar naar de familie tientallen jaren verzwegen. Dat was op een zaterdagochtend. Ja, dat is een ruzie ontstaan ergens in, op het achterdek. Die is flink in elkaar gemerkt en toen overboord geslagen. Dus mensen waren gehoord en er is een scheepsverklaring opgemaakt en toen was het eigenlijk de kous afgehandeld eigenlijk. Daar tussen Shell Tankers en de kapitein van het schip. En daar ben ik alleen maar tussenpersoon in. En ik heb een eet afgelegd voor beroepsgeheim. Dus daar kan ik niets over vertellen. En toen bleef die aan de reling hangen. Toen heb je zit je hand getrapt. De dader is in Singapore aan boord gehaald. En daar laat ik nooit meer van de goede man gehoord natuurlijk. En die jongen die is van boord afgehaald, maar een half jaar later zagen ze weer in Rotterdam lopen. Uit de getuigenissen komt de volgende gang van zaken naar voren. De matrozen Leo en Mike zijn aan het drinken. Er ontstaat ruzie, waarbij volgens getuigen Leo enkele racistische opmerkingen maakt naar Mike. De aardig beschonken mannen vechten het op het achterdek uit. Dezelfde getuigen zien dan hoe Leo nog net aan zijn vingers aan de dekrand hangt en hoe Mike er net zo lang op trapt tot hij loslaat en in de golven verdwijnt. Getuigen leggen verklaringen af bij de kapitein. Nadat een van hen heeft gezien dat Mike bloed van het dek afpoetste. En in de volgende haven, dat is Singapore, wordt de dader Mike M. van boord gehaald. Onder escorte van een derde stuurman gaat hij met een chartervliegtuig van de KLM naar Nederland, waar hij op het hoofdkantoor van Shell wordt afgeleverd. Ja, volgens mij had dat journaal van die Capulonix al lang boven water moeten zijn. Dat is toch niet iets wat ergens in een hoek slingert bij de Shell? Ik heb het al niet gezien. Nou, dan ga ik me toch een beetje afvragen hoe die Shell georganiseerd is. Als dat niet teruggevonden kan worden. Het logboek van een tanker. Nou, we zijn blijkbaar dan niet zo goed georganiseerd als Peter R. de Vries. Nee.